halen zondagmiddag Castors-Brakel. Beide ploegen stonden voor de wedstrijd op een gedeelde zesde plaats, maar de Limburgers kwamen erg verzwakt aan de opworp zonder spelverdeler Arendel en zonder Keith Scales, de genaturaliseerde Amerikaan. Hij vertrok zondag voormiddag totaal onverwacht terug naar de steeds omdringende familiale redenen. Houthalen Castors. Jeff Chambers was er bij Houthalen wel bij. De Amerikaan werd enkele weken geleden bedankt voor bewezen diensten. Maar door het wegsturen van Jose Waitman viste Houthalen Chambers weer op. De eerste korf van de wedstrijd is voor Lindsey Howell. Maar het zullen niet de laatste punten zijn van de Houthalense ster-Amerikaan. Aan de overzijde heeft Spencer McKay onmiddellijk een antwoord in petto. Steven Bullen maakt er even later met deze drie punten 7-2 van. Hij vervangt de geschorste Arendel als spelverdeler. Houthalen behoudt steeds een kleine voorsprong tot Kerry Trotter op toerental komt. Hier dunkt hij 17-21 op het scorebord. De Limburgers vechten terug, onder andere met een driepunter van Henri Berlemont. Toch geraakt Houthalen niet meer voorbij de bezoekers. Howell ramt hier nog wel zijn 11e punt door de ring, maar aan de rust staat het 29-32 in het voordeel van Brakel. De tweede helft begint gelijk opgaand. Bij Brakel is het vooral Trotter die voor de punten zorgt. Aan de overkant is er wie anders dan Lindsey Howell die zijn ploeg in de running houdt. Jeff Chambers brengt Houthalen voor het eerst weer op voorsprong, 37-36. Maar de thuisploeg verliest even later de pedalen en Brakel loopt in een nul van tijd uit tot 41-51. Houthalen toont dan karakter en komt terug. Vooral via een onhoudbare Lindsey Howell. Het is opnieuw Chambers die zijn ploeg weer op voorsprong zet, 53-52. Maar Cornia slaagt erin om vanop de vrijworplijn Brakel weer op gelijke hoogte te brengen. Met deze prachtige beweging zet Howell Houthalen dan definitief op voorsprong. De Houthalense sporthal davert weer eens op zijn grondvesten. Ronnie Bellings mag de 70-66 eindscore vastleggen. De 1500 aanwezige toeschouwers zagen voor de zoveelste keer dit seizoen een spannende wedstrijd met Lindsey Howell in een glansrol. Hij scoorde op zijn eentje 31 van de 70 punten. Na de wedstrijd gaf voorzitter Guido Schrote meer uitleg over het wegsturen van Jose Waitman. Er zijn wat zaken gebeurd, wij kunnen er ook alles niet van vertellen. We moeten ook die man zijn privacy een beetje beschermen. Maar hij heeft ondertussen toch twee wagens in de pracht gereden. S'morgens vroeg om 6 uur in Duitsland, vlak voor een training. Dus dat zijn zaken die niet kunnen. Wij verlangen van onze spelers, het zijn idolen voor onze jeugd. Dat ze ook naast het terrein een voorbeeld zijn voor onze jeugd. En dat was met hem zeker niet het geval. Het moeten geen heiligen zijn, maar ze moeten toch een beetje correct gedragen.